Vorige week waren we op gesprek bij CRC Engineering. We nemen nu een kijkje op hun project Datwieler. Datwieler is een belangrijke repetitive customer van CRC die in 2006 met een vraagstuk bij ons is gekomen. Zij hadden onder druk van de markt, van hun klanten, de vraag gekregen om hun producten alsmaar meer in reinere condities te produceren. Dus we zijn met Datwieler gaan samenzitten en hebben geprobeerd om de stap van de uitgangsproducten tot en met de afgewerkte producten in een cleanroom in alsmaar reinere condities, afhankelijk van de processtap, te laten doorgaan. Dus dat is gebeurd door een geïntegreerde aanpak. Dus de experts van Datwieler werden geïntegreerd met de experts van CRC en zijn gekomen tot het resultaat waar dat wij nu in staan. Als je een cleanroom bouwt en je vertrekt van een productiestap die niet in een cleanroom doorgaat en je gaat die doorvoeren in een cleanroom, dan gaat je energieverbruik stijgen. Belangrijk is in dit soort van projecten om ervoor te zorgen dat die stijging niet significant is. Dus we hebben ervoor geopteerd om hier op elke plek waar dat er lucht wordt afgezogen, om de warmte daarin te recupereren en te gebruiken voor de verse lucht. Er is ook gebruik gemaakt van ventilatieconcepten die in de ruimte zelf blijven. En op die manier hebben we er toch voor kunnen zorgen dat het totale energieplaatje binnen de perken is gebleven. Wel, in dit project werd er met opzet gekozen voor materialen die op een eenvoudige manier kunnen gemoduleerd worden. Dus toen dat wij starten met de productie in deze plant, was ongeveer 2/3 in gebruik. En we hebben er eigenlijk voor gezorgd door de materiaalkeuze dat we zonder dingen af te breken of weg te moeten smijten, konden uitbreiden zonder dat er effectief stilstand was en zonder dat er effectief materiaal verloren ging. Verder is er ook gekozen voor high-end materialen. Dus deze plant is nu 10 jaar actief. En als je hier binnenkomt, dan zie je niet dat die 10 jaar is. Dat is natuurlijk credits voor het onderhoud dat erop gedaan wordt, maar ook de materiaalkeuze speelt daar een sterke rol in. Dus we zijn hier in een heel vroeg stadium samen gaan zitten met de klant om te kijken wat is er effectief nodig. Wat hebben we zeker nodig? Wat kunnen we missen? En hoe houden we die kwaliteit toch hoog genoeg? En dat compromis is eigenlijk de voornaamste uitdaging geweest. De situatie was dat we meer en meer vragen en eisen van de markt kregen om naar een hogere zuiverheidscategorie te gaan. En om die in te vullen zagen wij de behoefte om naar cleanrooms te gaan. En we hadden daar ook heel weinig ervaring mee. En vandaar ook dat we eigenlijk zochten naar iemand die ons daarmee kon helpen, kon begeleiden. En zo zijn we bij CRC terechtgekomen. Die samenwerking die we dus opgezet hebben bij CRC, die is eigenlijk heel goed bevallen. We zijn nu ondertussen 12 jaar samen. Dit was het eerste project. Ondertussen hebben we nog 3 andere projecten gedaan en we hebben er nu 1 lopen. Dus hetgene wat goed is aan CRC is dus dat we samen tot een oplossing komen. De oplossing van CRC is ons goed bevallen, omdat voor ons was het belangrijk dat ook de oplossing die geboden is, dat we daarmee een minimale impact hebben op de omgeving. Omdat de doelstelling van Datwieler is om carbon neutral te gaan. En de ook geboden oplossing die biedt ook die mogelijkheid. We hebben de energiedoelstelling gehaald door ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de luchtbehandeling, dat we daar de luchtrecuperatie kunnen doen, dat we de warmte kunnen gaan recupereren die in de lucht zit. Voor het water hebben we ervoor gekozen dat we het hemelwater kunnen gaan opvangen en dus dat we regenwater kunnen gaan herbruiken. En als laatste hebben we er ook voor gekozen dat we het afvalwater, dat we dus een eigen afvalwaterzuivering hebben, zodanig dat we geen stadswater meer gaan nodig hebben in de toekomst.